Goedemorgen, Veronica en partners. De telefoon stond roodgloeiend vanmorgen bij Johan en zijn collega's. Cybercriminelen proberen dit weekend hun slag te slaan. Een grappenmaker heeft zaterdag, en als ambtenaar werken wij uiteraard niet op zaterdag, een e-mail gestuurd aan, ik vermoed, honderden, zo niet duizenden mensen. En het gaat om deze e-mail met daarin het dringende verzoek om binnen 2 dagen een verkeersboete van €103,50 te betalen. Ze krijgen dan een link en dan moeten ze naar een creditsite, zoals je dat ook daar kan zien. En dan kan je betalen. En zo niet, dan zouden wij vandaag op de stoep staan. Maar dat is gelukkig niet zo. Vul dus vooral niet uw gegevens in op deze betaalsite van Visa. Beter nog, klik helemaal niet op de link in het e-mailbericht. Nee hoor, wij nemen u absoluut niet in de maling. U moet niet openklikken, gewoon weggooien. En dan is het klaar. Nou kijk, het is al niet leuk als je moet betalen aan een deurwaarder. Het kost al veel geld. En als je nog eens een keer je geld moet betalen aan criminelen, ja, dat vind ik vrij ernstig. En dus heeft de deurwaarder intussen aangifte gedaan bij de politie. Gedupeerden die wel al hebben betaald, kunnen zich bij hun bank melden. Zij kijken dan van geval tot geval of de schade wordt vergoed.